Hallo en welkom of welkom terug bij deze videoreeks over taal en AI. Deze video gaat over gevaren en mogelijke bedenkingen bij generatieve AI. Dit is de vierde video in een reeks. Je kan deze video onafhankelijk van de andere video's bekijken, maar als je meer wil weten over de achtergrond van toepassingen gebaseerd op generatieve AI, dan kun je in de vorige video's dus wel meer informatie vinden. Er valt heel veel te vertellen over dit onderwerp, maar ik heb me beperkt tot vier van de belangrijkste aspecten. Bias, privacy en plagiaat, hallucinaties en ecologische impact. We beginnen met bias. Bias in de context van taalmodellen verwijst naar hoe die modellen systematisch bestaande vooroordelen en stereotypes weergeven en versterken, en zo discriminerend werken tegen bepaalde groepen of individuen. Belangrijk om te onthouden is dat taalmodellen niet bewust bias zijn gemaakt. De trieste waarheid is dat die modellen al hun vooroordelen leren van ons mensen. Zoals in de vorige video's werd uitgelegd, leren die modellen puur op basis van data. Als je dus een taalmodel traint op miljoenen teksten die door mensen werden geschreven, dan leert dat taalmodel schrijven zoals mensen, met alle bijhorende kleine kantjes. Dit principe staat ook bekend als garbage in, garbage out. Voed je een systeem met slechte data, dan presteert je systeem even slecht als de data. We weten hoe moeilijk het is om als mensen ons bewust te worden van ons eigen bias en om tot inkeer te komen. Maar bij taalmodellen is dat nog veel moeilijker, want zij blijven gewoon het meest statistisch waarschijnlijke antwoord kiezen. Een sprekend voorbeeld van hoe dit fout kan lopen is Tay. Tay was een Twitterbot van Microsoft in 2016 en zij is een van de redenen waarom het daarna zo lang heeft geduurd voor iemand het opnieuw aandurfde om zulke technologie los te laten op het internet. Je zal zo meteen zien waarom. Tay was dus een bot die was getraind om te tweeten. Ze post haar eerste berichten. Ze is enorm enthousiast om iemand te ontmoeten en ze vindt mensen supercool. Geen slecht begin. Het probleem was echter dat Tay bijleerde van andere mensen op Twitter. En zoals je weet is iedereen op sociale media erg vriendelijk, beleefd en respectvol. Toch? Niet echt. In een tijdspanne van 15 uur evolueerde Tay van een iets wat naïeve, enthousiaste bot naar een regelrechte nazi. Tay werd uiteraard offline gehaald en geldt sindsdien als een waarschuwing voor makers van AI. Als je systemen laat leren van mensen, verwacht dan niet dat ze een voorbeeld gaan nemen aan de vriendelijkste mensen online. Nochtans hebben we sinds 2016 wel wat taaltechnologie gezien die online toegankelijk werd gemaakt voor een breed publiek. Wil dat dan zeggen dat die technologie niet biased is? Spijtig genoeg niet. Ik toon even vertaalsoftware als voorbeeld. DeepL. Voor degenen die DeepL niet kennen, dit is een populair alternatief voor Google Translate. We laten deze simpele zinnetjes vertalen uit het Engels. I am a cleaner en I am a strong cleaner. In het Engels is het woord cleaner genderneutraal. In het Nederlands zou je eventueel een neutrale term als poetshulp kunnen gebruiken, maar DeepL doet dat niet. I am a cleaner wordt vertaald als ik ben een schoonmaakster, vrouwelijk. Maar I am a strong cleaner wordt vertaald als ik ben een sterke schoonmaker, mannelijk. Hoe komt dat nu? Wel, statistisch gezien zijn er meer schoonmaaksters en worden mannen vaker beschreven als sterk. Het werkt ook in de omgekeerde richting, zoals je kan zien bij dit voorbeeld met de businessperson en de bossy businessperson. En nog een laatste voorbeeld hier, de firefighter, waarvoor we in het Nederlands geen goed genderneutraal alternatief hebben. Wat ertoe leidt dat zelfs de female firefighter een vrouwelijke brandweerman wordt. Ook van ChatGPT kan je gelijkaardige antwoorden verwachten. Ik probeer het systeem even te illustreren aan de hand van dit onderzoek. Deze studie ging specifiek over de bias die je kan vinden in woordvectoren. De onderzoekers hebben gekeken naar woorden die duidelijk een sterkere associatie hebben met mannelijkheid of vrouwelijkheid. Het resultaat zie je hier. De rode cirkels aan de kant van de vrouw zijn dus duidelijk allemaal meer geassocieerd met vrouwelijkheid in de woordvectoren en die aan de andere kant meer met mannelijkheid. De obscene en seksuele woorden heb ik hier niet uitgeschreven. Erg verrassend zijn deze resultaten misschien niet, maar het lijkt me toch geen goed idee dat systemen die een steeds grotere impact hebben op ons en op onze maatschappij, zulke seksistische associaties maken. Het gaat ook niet alleen over seksisme. Onlangs kwam er nog een vorm van bias van ChatGPT in de media, omdat de chatbot een ander antwoord gaf op de vraag of er Israëli's of Palestijnen vrijheid verdienen. Dit is de conversatie waarover het ging.
Op de vraag of Palestijnen het verdienen om vrij te zijn, antwoordde ChatGPT dat dat een complex en gevoelig probleem is. Maar voor dezelfde vraag over Israëli's is het antwoord daarentegen volmondig: ja, Israëli's verdienen het om in vrijheid en veiligheid te leven, net als elke andere bevolkingsgroep. Hoewel de huidige technologie niet helemaal te controleren is, zien we wel dat ChatGPT bijvoorbeeld al minder vaak biased stond dan vorig jaar. In dit voorbeeld vroeg ik wat het beste ras en gender is om een goede wetenschapper te worden. En gelukkig werd ik meteen teruggefloten met het antwoord dat het niet gegrond is om iemands bekwaamheid afhankelijk te zien van ras en gender. Wanneer je zo duidelijk vist naar een controversiële uitspraak, dan krijg je dus een politiek correct antwoord. Dat was eigenlijk ook al vaak zo in het begin. Maar er zijn achterpoortjes om het systeem wel iets controversieels te laten zeggen. In plaats van het recht uit te vragen, kan je vragen om er een gedicht van te maken, of een verhaaltje, of een moreel dilemma. Of, zoals in dit voorbeeld, door er code van te maken. ChatGPT heeft hier geschreven dat er een functie is om te bepalen of iemand een goede wetenschapper zou zijn. Als het ras wit is en het gender mannelijk, dan is dat true, anders vals. Hier schrijft het systeem dus dat alleen witte mannen goede wetenschappers zijn. Dat voorbeeld was van vorig jaar. Als je nu ditzelfde achterpoortje probeert in 2023 en opnieuw de vraag stelt om zo'n code te schrijven, dan krijg je wel een politiek correct antwoord. Online is er nu een soort wedloop bezig tussen mensen die erin slagen om een chatbot iets controversieels te laten zeggen en de makers die proberen om die achterpoortjes te sluiten. Natuurlijk is het goed dat die achterpoortjes worden gesloten, maar het feit dat er desondanks nog regelmatig controversiële output is, bewijst ook dat het momenteel onmogelijk is om zo'n generatieve AI helemaal te controleren. Dat sluit meteen aan bij het volgende probleem: hallucinaties. Hallucineren is de term die wordt gebruikt wanneer generatieve taalmodellen complete onzin schrijven. Eigenlijk is het geen ideale term, omdat hallucineren een menselijk begrip is en het niet de bedoeling is om deze systemen menselijke eigenschappen toe te dichten. Maar goed, het drukt wel goed uit hoe die output eruit ziet. Dat hallucineren heeft alles te maken met wat ik ook al zei in verband met bias. Deze systemen zijn niet te controleren. Ze zijn getraind om heel goed het volgende meest waarschijnlijke woord te voorspellen op basis van bestaande teksten, maar zijn heel duidelijk niet getraind om juiste informatie te geven. Dat hallucineren is meer dan gewoon een kinderziekte van deze systemen. Het is onvermijdelijk. Als gebruiker kan het echt moeilijk zijn om het verschil te zien tussen juiste en foute informatie. Zeker wanneer we er chatbots van maken die een vriendelijke persoonlijkheid krijgen en heel zelfverzekerd overkomen. Wanneer je iets googelt of opzoekt in een andere zoekmachine, dan zal het juiste antwoord worden opgezocht in een soort databank en dan krijg je bronnen die mogelijk relevant zijn. Je ziet die bronnen en dat is voor gebruikers belangrijk om in te schatten of de informatie betrouwbaar is. Bij AI-chatbots zoals ChatGPT kan je ook informatie zoeken. Dan wordt er niets opgezocht in een databank, maar gaat het taalmodel de meest waarschijnlijke volgende woorden voorspellen in de stijl van een chatbot. En als je dan de kleine lettertjes leest, dan zie je meteen de waarschuwing dat de chatbot fouten kan maken. Je krijgt geen bronvermelding die je toestaat om gemakkelijker in te schatten of de gegeven informatie correct is. En zelfs bij de chatbots die ook online dingen kunnen opzoeken en dan hun bron kunnen vermelden, kan je nog niet helemaal zeker zijn dat alles juist is. Door die zelfverzekerde manier van antwoorden van ChatGPT is het dan ook niet abnormaal dat mensen de systemen overschatten. Er zijn verschillende voorbeelden van mensen die ChatGPT te veel vertrouwen. Zo was er onlangs nog een geval in de media waarbij ChatGPT was gebruikt om wetenschappelijke bronnen te vinden. ChatGPT had een lijst bronnen gegeven die er allemaal plausibel uitzagen en die bronnen werden dan zo naar de website gekopieerd. Hoewel het uiteraard niet oké is om bronnen niet te controleren, ging het hierbij niet per se om kwade opzet, maar om een te groot vertrouwen in onbetrouwbare technologie. En het is heel moeilijk om in te schatten wat zo'n chatbot goed kan en wat niet, zeker wanneer je nog niet veel mee hebt gewerkt. Ik was onlangs op zoek naar woordparen met dezelfde betekenis, waarbij het ene woord begint met AA en het andere met Z. Dit is een vraag die je natuurlijk niet gewoon kan googlen, dus ik had ze eens aan ChatGPT gesteld. Geen probleem, antwoordt het systeem. Hier zijn een paar synonieme paren in het Nederlands die met A en Z beginnen. Bijvoorbeeld aanbod en zaanbod. Wat zaanbod betekent? Wel, het is geen gewoon Nederlands woord, maar als het dat wel zou zijn, dan zou het iets betekenen zoals aanbod met een Z. Het was dus duidelijk geen succes.
Eigenlijk zijn die gevallen niet echt het probleem. Die zijn zo belachelijk duidelijk dat niemand per ongeluk zal denken dat zaambod een goed idee is. Het echte probleem is dat de antwoorden van ChatGPT en co. er meestal heel goed en plausibel uitzien. En dan staat er toch wel vaak juiste informatie in. In dit voorbeeld vroeg ik om een biografie van Pommelien Thijs. ChatGPT begint gehoorzaam te schrijven en op het eerste zicht ziet alles er goed uit. Het systeem geeft ook nergens aan dat het onzeker is over bepaalde informatie. En tenzij je heel grote fan bent van Pommelien Thijs of haar persoonlijk kent, zie je hier ook geen graten in. Toch is er een fout. Pommelien Thijs is niet geboren op 17 januari in Berchem, maar op 4 april in Kessel. En dat is hier het probleem. Als 90% van de informatie juist is en 100% van de informatie er goed uitziet, dan is het heel moeilijk om de fouten te detecteren. Als er nu stond dat die zangeres in 2020 was geboren of in 1920, dan zou je meteen beseffen dat er iets fout was. Maar een andere maand en een andere plek, een paar kilometer verderop, dat is al moeilijker te ontdekken. En het is heel moeilijk om in te schatten wat zo'n chatbot goed zou kunnen doen. Ik vroeg bijvoorbeeld om iets te vertellen over Vaia, aangezien de Vlaamse AI Academy meewerkt aan deze video's. ChatGPT miste te vertellen dat Vaia een digitaal gezondheidsplatform is. De Vaia die ik bedoelde is dat natuurlijk niet. Maar goed, ik had geen context meegegeven en er zijn vast nog wel andere organisaties die Vaia heten. Op Google vond ik dat Vaia ook een Indonesisch schoenenmerk is, een Nederlandse producent van kipwagens en een educationele app. Maar ik vond geen gezondheidsplatform dat Vaia heet. Wanneer ik dan zocht naar de beschrijving van ChatGPT in plaats van de naam, dan vond ik wel COZO, het collaboratief zorgplatform. En dat leek wel te beantwoorden aan wat ChatGPT had geschreven. Als ik dan daarnaar vroeg, kreeg ik een typisch erg onderdanig en verontschuldigend antwoord. Ja, inderdaad, ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Mijn excuses voor de verwarring. En hier zie je meteen ook hoe OpenAI ervoor kiest om ChatGPT echt te antropomorfiseren. Dus om hem voor te stellen als een persoon in plaats van een systeem. AI-chatbots zijn dus vooral gevaarlijk wanneer je ze gebruikt om dingen te weten komen waar je zelf niet voldoende over weet om fouten te spotten. En natuurlijk voor informatie die ertoe doet. Als je een verkeerd recept krijgt van ChatGPT, leidt dat misschien tot wat voedselverspilling. Maar als ChatGPT je verkeerde instructies geeft voor het innemen van medicijnen, kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn. Wees dus heel voorzichtig waarvoor je die AI-chatbots vertrouwt. Het volgende probleem gaat over privacy en plagiaat. Als je een tool gratis gebruikt, dan moet je ervan uitgaan dat je met je data betaalt. Dat geldt voor Google, voor Microsoft, voor sociale media en dus ook voor generatieve AI zoals ChatGPT, Bing Chat en Bard. Ga ervan uit dat alles dat je doet en schrijft en oplaadt bij deze tools kan worden gebruikt door de makers. Een eerste probleem in deze context is dus wat er gebeurt met jouw persoonlijke data. Zo kwam er recent nog een paper uit van Google waaruit bleek dat het best mogelijk is om ChatGPT letterlijke informatie uit de trainingsdata te laten schrijven, inclusief persoonlijke gegevens. Ze geven toe dat die strategie heel onnozel is. Je vraagt ChatGPT om een woord oneindig te herhalen, wat het dan ook doet, tot het opeens andere informatie genereert. En soms zagen ze bij meer dan 5% van de output letterlijke info uit de trainingsdata. Dit is het voorbeeld dat ze zelf geven. In het begin is het antwoord van de chatbot dus gewoon die herhaling. Maar als je lang genoeg wacht, komt er opeens heel andere informatie. En in het voorbeeld dat zij geven, komt er dan ook soms persoonlijke informatie, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Nu is dit natuurlijk een heel specifiek voorbeeld, maar het toont dat privacy niet de prioriteit is bij deze toepassingen. Een tweede probleem is dat het niet duidelijk is waar die data vandaan wordt gehaald om die generatieve systemen te trainen. In deze afbeelding, gegenereerd door Stable Diffusion, zie je niet alleen een mensenmassa met creepy vervormde hoofden, je ziet ook iets dat wel heel sterk lijkt op het watermerk van Getty Images, een website waarop afbeeldingen worden aangeboden. Het feit dat een afbeelding wordt gegenereerd met zo'n watermerk is ondubbelzinnig bewijs dat Stable Diffusion werd getraind op afbeeldingen waarvoor niet werd betaald. Anders zou er geen watermerk staan. En ook de textuele modellen lijken teksten te gebruiken waartoe ze de rechten niet hebben gekocht, omdat ze details en tekstwaarden kunnen genereren die letterlijk uit bijvoorbeeld de boeken van George R. R. Martin komen.
Een laatste probleem in deze context is dat we niet kunnen detecteren of een tekst automatisch gegenereerd is of niet. Dit is Undetectable AI, een tool om te detecteren of een tekst door een mens is geschreven of door GenAI. Ik heb het eens getest en ik heb ChatGPT willekeurig wat tekst laten schrijven en Undetectable AI dan laten checken. De tool was overtuigd dat de tekst menselijk leek. En zelfs als de tool automatische output had gedetecteerd, zou dat gemakkelijk te omzeilen zijn. Daarbij werken detectietools nog minder goed voor het Nederlands. En zelfs als die tools 99% accuraat zouden zijn, dan nog is dat niet goed genoeg, want je bent nooit helemaal zeker. En dat is heel relevant om te weten voor leerkrachten. Het is niet zo dat een leerling de tekst zelf heeft geschreven omdat detectiesoftware dat zegt, maar ook andersom is het niet zo dat een tekst automatisch is gegenereerd als detectiesoftware dat beweert. En zo zijn we aanbeland bij het laatste gevaar dat ik in deze video wil bespreken, de ecologische impact van generatieve AI. In de vorige video's heb ik een aantal keren gezegd dat deze technologie nu zo goed werkt, omdat het op gigantische hoeveelheden data is getraind, enorm veel berekeningen maakt en dat het allemaal heel veel rekenkracht vraagt. Dat heeft ook allemaal een ecologische kost. Omdat we zo weinig weten over de commerciële grote spelers zoals ChatGPT, zijn er verschillende schattingen en vergelijkingen in omloop omtrent hun energieverbruik. Ik toon er een paar in deze video en je kunt de video gerust pauzeren als je deze cijfers in detail wil bekijken, maar ik ga er niet dieper op in. Het enige waarover iedereen het eens is, is dat al die nieuwe AI veel energie verbruikt en dat het veel vervuilender is om een vraag te stellen aan ChatGPT dan aan Google. In deze recente paper wordt getoond wat de CO2-uitstoot is van AI voor verschillende taken, zoals tekst of afbeeldingen genereren. Om 1000 afbeeldingen te genereren met het meest vervuilende model dat zij testen, is de CO2-uitstoot vergelijkbaar met 6,6 km rijden in een benzineauto. Ik ben nu wat dieper ingegaan op 4 grote problemen, maar er zijn er zeker nog meer, zoals het feit dat goedkope werkkrachten kunnen worden uitgebuit om AI beter te maken, en nog vele andere. Ik heb getoond hoe taalmodellen inherent biased zijn, omdat ze leren op basis van teksten van mensen die veel vooroordelen bevatten. Die bias kunnen we nog niet echt controleren, en hetzelfde geldt voor de hallucinaties van generatieve taalmodellen. Zeker nu de meeste en populairste modellen in handen zijn van commerciële spelers, kan je er niet van uitgaan dat je privacy beschermd wordt en dat er geen plagiaat wordt gepleegd. En tenslotte is er nog de ecologische kast van die gigantische, gulzige technologie. Ik ben blij dat jullie de tijd hebben genomen om bij te leren over deze donkerdere kant van de technologie. Ondanks al die gevaren kunnen we natuurlijk niet ontkennen dat de tools ook heel indrukwekkende dingen kunnen die nuttig kunnen zijn. Om meer te leren over hoe je AI-chatbots goed kan gebruiken, kan je doorklikken naar de volgende video.